collega's. Terwijl dat jullie naar Hender gaan, voor diegenen die naar Hender gaan, heb ik nog een schoon voorstel. We zitten in Indonesië. We zitten in Indonesië. En Indonesië, en er is een prachtig onderzoek geweest van onder andere meneer Bart Muis van de Katholieke Universiteit van Leuven. Nu moet ik naar de rechterkant kijken. Die in Westlands International gezegd heeft: de ontbossing, even goed luisteren, groene goeroes, de ontbossing van moeraswoud in Indonesië ten behoeve van oliepalmplantages. Die oliepalmplantages, die moeten die kerosine vervangen. Die moeten die kerosine vervangen. En jullie hebben daar een werk. Daarvoor mag je nog naar Ginter gaan. Niet alleen de biomassa van het woud wordt verbrand, maar ook het terrein wordt gedraineerd. Waardoor metersdikke veenlagen traag, maar zeker mineraliseren. Waar heeft dat nu voor gezorgd? Dat Indonesië nu precies na de VS en China de grootste CO2-uitstoot geeft. Mevrouw Maya, u hebt werk aan de wintel als je mee mag op reis gaan. Ik wens jullie toch een groene reis naar Bali en gebruin terug. Ik dank u. Meneer Flau, wou u nog even te woord staan? Ja. Oui, monsieur de Decker, je suis quand même un peu surpris de votre raisonnement. Vous devriez être le premier intéressé au réchauffement de la planète et au gaz à effet de serre, parce que je crois que vous êtes élu en Flandre occidentale, et si vous continuez comme ça, votre circonscription électorale, elle aura disparu. Hein. Par contre, comme neige au soleil. Meneer Flau, ik ben een positief mens. Ik ben een positief mens. Ik ben een positief mens en een Vlaming, dus wij gaan in als Vlamingen op de uitdaging van de toekomst. En als het water verwarmt aan de kust, dan ben ik een gelukkig mens. Als het warmer wordt aan de kust, dan kunnen we terrasjes buiten zetten tot 's avonds 11 uur, tot 's avonds 12 uur. En als het dan nog betert, dan is de visserij gered, dan kunnen wij nog hinkvissen vangen in de Noordzee. Ik dank u.